We gaan met z'n allen in Nederland steeds meer energie verbruiken. We willen natuurlijk niet zonder komen te zitten. Daarom is het belangrijk dat we die energie hier snel kunnen leveren. Een van de nieuwste innovaties van Uniper is deze batterij. Het spel van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet wordt complexer doordat er steeds meer niet regelbare bronnen op het elektriciteitsnet zitten. En dat zijn bronnen zoals zon en wind. En wij kunnen als mens die niet regelen. De natuur die bepaalt of de zon fel schijnt of minder fel en of er dus meer of minder elektriciteit wordt opgewekt uit zonne-energie. We staan hier op de Maasvlakte bij de hybride batterijinstallatie. Met projecten zoals deze proberen we bij Uniper in te spelen op die verandering. In deze vier containers hier achter mij zitten batterijen vergelijkbaar met die van een elektrische auto. De capaciteit in deze containers is bij elkaar ongeveer 10.000 kWh. Dat komt ongeveer overeen met 200 elektrische auto's. En daarmee kunnen we snel inspelen op veranderingen die in het net ontstaan. We zijn hier in een controlekamer. De medewerkers van Uniper Benelux die houden hier continu het vraag en aanbod van energie in de gaten. Indien er opeens een vraag vanuit Tennet ontstaat, kunnen we deze opvangen door middel van de batterij. De batterij kan vergeleken worden met een regenton. Indien het regent, vangen we het water op in de regenton. En zodra we het water nodig hebben, halen we het uit de regenton. De batterij kan dus energie opnemen, maar kan ook zijn energie afstaan op de vraag van Tennet. Dit is een hele grote centrale, tot wel 1100 megawatt. Daardoor kan die niet snel op- of afregelen. Je zou de centrale kunnen vergelijken met een vrachtauto. Hij is groot, maar daardoor ook niet snel. Een elektrische auto bijvoorbeeld is een stuk sneller. We staan hier in een van de vier batterijcontainers. De accu's hier naast me dat zijn eigenlijk dezelfde types als die in een elektrische auto zitten, maar dan groter. Als de vraag naar energie in het net plotseling toeneemt, kunnen we met deze batterijen snel reageren op die vraag. Tegelijkertijd regelt de centrale dan op en die kan de energievraag dan overnemen. Een batterijinstallatie van deze omvang is niet uniek in Nederland. Juist de combinatie met zo'n grote centrale als dit is dat wel. We kunnen met deze centrale grote vermogensveranderingen opvangen. Nu met deze batterijen kunnen we dat ook heel snel doen. En de combinatie van de centrale met de batterijen, dat maakt het zo uniek. Het is heel wenselijk als er meer van dit soort bijdragers komen in het net, omdat die helpen bij de energietransitie.